Een zondagmiddag, vijf nieuwe tips. Laten we snel beginnen. De eerste tip gaat over selecteren. Wanneer je bijvoorbeeld met het selectiekader aan de slag gaat en je trekt een vierkant en je laat het nog niet los, kun je het nog verplaatsen als je de spatiebalk ingedrukt houdt. En vervolgens kun je je selectie daar maken. Tip nummer 2 gaat ook over selecteren. Als ik bijvoorbeeld met een ovaal selectiekader wil werken en ik wil de voorkant van deze lens selecteren, dan zul je zien dat ik dat eigenlijk gewoon niet kan, omdat de voorkant van de lens gewoon ja, onder een hoek ligt en dat is heel ongemakkelijk. Maar als je een selectie hebt gemaakt, kun je bovenin bij Selecteren en Transformatie selectie en dan krijg je de transformatie tool om je selectie. Als je er dan met rechts op klikt, dan kun je alle opties gewoon gebruiken, zoals schuintrekken. trekken. En je zou dan eigenlijk gewoon met wat passen en meten je selectie aan kunnen passen op wat die moet zijn. En als je daar wat handigheid in hebt opgebouwd, dan kun je redelijk snel een selectie maken. Tip nummer 3 gaat over de snelmaskermodus. Stel dat je bijvoorbeeld een selectie maakt van een aantal stoelen in deze bioscoop. Je zou bijvoorbeeld in de snelmaskermodus kunnen kijken wat je selectie nou precies is. En die snelmaskermodus vind je hieronder of met de sneltoets Q. En je ziet de stoelen worden rood. In dit geval zou ik nog een klein beetje bij kunnen schilderen. En als ik nou weer uit de snelmaskermodus ga, dan zie je dat dit mijn selectie is. Alleen een rode snelmaskermodus op rode stoelen werkt niet zo heel handig. Maar dubbel klik je op je snelmaskermodus-icoontje. Leuk woord voor Scrabble. Dan kun je eventueel ook de kleur veranderen. En ga je nu terug naar de snelmaskermodus. Dan is het paars en is het een stuk beter zichtbaar. De bestandsnaam boven. die geeft me ook wat informatie. Zo heet deze foto landschap.psd. Maar er staat meer bij. Het percentage wat er staat. dat is het percentage wat ik ingezoomd ben. Als ik bijvoorbeeld ietsjes meer inzoom. dan zie je dat het naar 50% springt. En RGB is de kleurmodus. waar ik op dit moment in werk. En 16 betekent de bitdiepte. Deze foto is 16 bit. Als ik hem bijvoorbeeld omzet naar 8 bit, zie je dat er staat RGB 8. En het sterretje betekent dat de foto nog niet is opgeslagen. Druk ik bijvoorbeeld op opslaan, dan zie je dat het sterretje verdwijnt. Maar wist je dat je er ook kunt zien waar je bent in de foto? Deze foto heeft namelijk drie lagen. En selecteer ik de achtergrond, dan zie je bovenin dat ik de achtergrondlaag heb geselecteerd. En pak ik bijvoorbeeld laag curve 2. Dan zie je dat ik Curve 2 krijg met daarbij een laagmasker. En tot slot de vijfde tip. Je kunt in Photoshop gewoon heel je werkruimte gaan verplaatsen. Net nagelang waar jij alles wil hebben staan. En ik ga gewoon even wat, wat kleine dingetjes doen. Stel dat je dit wel leuk vindt. Wist je dat je dit op kunt slaan? Dat kun je bovenin bij venster, werkruimte en dan een nieuwe werkruimte maken. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen van nou... Uh, Weet ik veel kanalen links. En je klikt op opslaan. En vervolgens kun je heel simpel bij werkruimte gewoon kiezen voor een andere werkruimte. Ga je terug naar je oorspronkelijke, dan moet je hem even opnieuw instellen. Maar dit was dus degene zoals ik hem heb staan. En met de kanalen links val ik dus terug naar deze. Ben je dat nou weer beu? Dan kun je bij uh, als je de werkruimte niet selecteert. En dan naar werkruimte gaat, kun je hem ook weer gewoon verwijderen. Dat waren vijf tips voor de zondag. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.